Twee sterke mannen in deze groep zijn natuurlijk Nick Olrust en Jesper Grob. Maar we gaan ook kijken met name daarachter naar Quinten Bos en Luc Polster. Of die daar nog een stok in de spaken van het crossfietsje figuurlijk kunnen steken. Om een sportieve strijd ervan te maken in deze finale van 9-jarige jongens. De eerste twee mensen die gaan afkomen komen uit voor het Twentse Ros. En dat is dan verrassend toch wel Ronald Maring hierbij. Met de 5-6 versie hier aan de binnenkant op plaats nummer 2. Maar daarboven zit die andere man Jesper Grob dan heel goed bezig. Maar het is de verrassing in deze finale van Ronald Maring die hier aan de leiding gaat voor ons nog. En dan komen de mensen ook opzetten van, even kijken, de Rapid Wheels. De Rapid Wheels hier met Nick Olrust dus en Quinten Bos die zometeen de aanval moeten gaan inzetten. Maar het lijkt een beetje te laat te komen, alhoewel er komt er toch een man van, even kijken, de Rapid Wheels on his way to win. The way to win is de 861e winnaar van vandaag, Nick Olrust.